De wereldkampioenschappen Skills komen eraan in Leipzig, in Duitsland. Tom Smits is werkzaam bij VDL en is Nederlands kampioen lassen. Hij gaat ons land vertegenwoordigen in Duitsland. Ja, vroeger wist ik eigenlijk nog niet zeker wat ik wou. En toen ik op VMBO begon, hadden we een oriëntatie, 2 weken om verschillende beroepen keuzes te maken. En het metaal, het lassen, dat beviel me wel. En zoals je ziet doe ik het nog steeds, met veel plezier. Ja. Wat is nou eigenlijk World Skills? Wat houdt dat in? World Skills is eigenlijk de wereldkampioenschappen voor beroepen. En daar komen alle landen bij één en die oefenen er beroep uit waar dat ze goed in zijn. En dat kan dus zijn lassen, maar ook verzorging, koken, alles. Ja, verzorging, koken, schoonmaken. Ja, je kunt eigenlijk zo gek niet verzinnen of ze hebben er wel een wedstrijd van gemaakt. Goed, dus nu doe jij mee bij de wereldkampioenschappen. Je bent Nederlands beste op dit moment. Betekent dat dat ze je overal graag willen hebben? Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat ze mij heel dadelijk overal willen hebben, ja. Maar ik moet eigenlijk zeggen, ik heb het hier zeer goed naar mijn zin. En ik hoop hier nog vele jaren te blijven. Dat sowieso, ja. Maar hoe gaat het nou in zijn werk, hè? Je doet dan mee aan die wedstrijd. Wie kiest jou daarvoor uit? Je kunt jezelf daarvoor opgeven. Ik had nou de leeftijd en de diploma's om mee te doen met de senior vakkanjawedstrijden. En zo na de selectie door wedstrijden doorgestroomd naar het Nederlands kampioenschap. En van een Nederlands kampioen geworden. En vanuit daar doorgestroomd naar de Europese kampioenschappen voor beroepen. En daarna een kwalificatie gehad voor de wereldkampioenschappen. En nu zit ik in trajecten en voorbereidingen voor de wereldkampioenschappen. Waar gaan die gehouden worden? In Leipzig, Duitsland. Dat is nog niet zo ver reizen in ieder geval. Hoe gaat dat in zijn werk als je daar bent? Moet je dan de hele dag of hoe gaat dat in zijn werk? Er zijn 4 wedstrijddagen en 1 oefendag vooraan de wedstrijden. En dan kunnen wij al onze spullen klaarzetten. De andere kandidaten kunnen wij ontmoeten. De experts, de juryleden kunnen we ontmoeten. En dan is het 4 dagen hard werken en zwoegen voor de medaille. Wat ga je daar, krijg je daar iets te maken of wat ga je er eigenlijk doen? Wat ga je fabriceren daar? We hebben eigenlijk 4 modules. En de eerste module bestaat uit een aantal platen en 1 pijp. Die moeten wij lassen in verschillende posities en verschillende lasprocessen. En daar wordt een breekproef op gedaan en röntgenfoto's van gemaakt. Om te kijken, want een las die kan aan de buitenkant mooi zijn. Maar als je aan de binnenkant niet goed is, dan is het ook afkeur en dan zal je je punten verliezen. Dan hebben wij bij de tweede module moeten wij een groot drukvat maken. En die zullen ze visueel beoordelen. Maar die vullen ze ook met water en die persen ze af met water. Er komt zo'n 55 bar op te staan om te kijken op lekkages. En daarna hebben wij nog een klein werkstukje van aluminium en een klein werkstukje van RVS. En we hebben met al die modules samen hebben elk lasproces gehad in elke positie. Er doen 35 landen mee in mijn categorie. Dus wij zijn ook een van de grootste groepen. En zal ook hard moeten strijden voor een podiumplaats, ja. Nou, als je wint of in ieder geval als je terugkomt, dan willen we graag nog een keer spreken wat het geworden is. Ja, dat lijkt me heel leuk. En om te laten weten aan de rest van Uden en omstreken van wat het geworden is, ja.